Meneer Bourgeois, een heel duidelijke boodschap van Volodymyr Zelensky. Hij had het over de European way of life, maar hij zei ook Oekraïne is de Europese Unie. De Europese Unie moet dit winnen. Hoe kijkt u naar die toetredingsgesprekken? Oekraïne is nu een kandidaat lid. Moet dat snel, moet dat sneller gaan om ook effectief lid te worden? Ja, dat moet zo snel mogelijk, maar dat kan niet overhaast. Dat kan gewoon niet op 1, 2, 3. Daar moeten we heel duidelijk in zijn. Dat is ook niet het belang van Oekraïne. Zij zijn gewoon niet klaar om in te stappen in die zeer concurrentiële, hoogontwikkelde Europese economische ruimte. Daar kunnen ze niet mee in concurreren. Twee, ze moeten al die duizenden Europese regels omzetten in hun wetgeving. Drie, ze moeten orde op zaken zetten. Daar is hij nu wel mee bezig. Hij pakt schijnbaar toch de corruptie aan. Vier, het is een land in oorlog, maar dat geen vaste grenzen heeft op dit ogenblik. Dus dit kan echt niet. Het is ook voor de EU niet in belang op dit ogenblik om dit te doen. Dat is een enorme agrarische markt. Stel je voor dat je daar het landbouwbeleid moet op loslaten, het cohesiebeleid. Ja, er is ook iets wat gaat over absorptiecapaciteit. Alles op zijn tijd, hoor ik u zeggen. Ja, dat moet stapsgewijs gaan. Ondertussen moeten we ze hen zoveel mogelijk steunen. Er is een associatieverdrag, we moeten hen zoveel mogelijk steunen. Economisch, financieel, humanitair. En hen helpen wij die toetreding natuurlijk op alle mogelijke manieren. Wat mij betreft mag het, ik herhaal, zo snel mogelijk gaan, maar niet de illusie wekken dat dat kan in 2, 3 jaar. Dat is onmogelijk, dat gaat gewoon niet. Wat Zelensky gisteren ook in Londen vroeg, dat zijn gevechtsvliegtuigen. Dat herhaalde hij hier vanmorgen niet, maar misschien vanmiddag wel bij de Europese staats- en regeringsleiders. Hoe kijkt u daarnaar? Moet ons land gevechtsvliegtuigen sturen naar Oekraïne? Ja, ik denk dat België dat gewoon niet kan. We hebben een aantal F-16's en die verdedigen de Baltische Zee tegen de Russen. De vraag zal gesteld worden waar ze hoort gesteld worden. Dat heeft hij ook bewezen door ze in Londen in de eerste plaats te stellen. Sunak is er al een beetje op ingegaan door te zeggen, we gaan beginnen met uw piloten op te leiden om te vliegen met moderne gevechtsvliegtuigen. Ik vind dat wij Oekraïne zoveel mogelijk moeten bewapen. Ze zijn slachtoffer van een brutale, barbaarse agressie. Heeft het beklemtoond, hij had twee boodschappen. Hè. Het recht op zelfbeschikking, mijn grenzen verdedigen, autonomie van mijn land tegen die barbaarse dictatuur. En anderzijds, voortdurend herhaald, wij willen die Europese manier van leven. Daar gaan wij voor. En ik vind dus dat we dit volk moeten steunen. En dat gebeurde ook stapsgewijs. Ik denk dat het niet in de mogelijkheid ligt van België om F-16's te leveren nu. Maar ik denk dat er vroeg of laat wel van zal komen. De Russen bereiden een enorm offensief voor. Om af te ronden, meneer Bourgeois, nog kort. Welke indruk heeft hij op u gemaakt vanmorgen? Wel, hij richt zich altijd met de juiste boodschap tot zijn publiek. Ik vind dat hij hier gesolliciteerd heeft naar lidmaatschap. Duidelijk gemaakt heeft ook erbij horen. Niet alleen economisch, maar we willen ons inschrijven in die vrije rechtsstaat, in die open democratische ruimte, met respect voor elke levensbeschouwing, met respect voor iedereen. En dat woord Europese manier van leven of die zinsnede, ja, het is zeker 10 keer laten vallen. Hè? Dus op dat vlak heeft hij een indruk gemaakt die ik wel verwachtte. Ik had niet gedacht dat hij hier over wapens zou beginnen, maar wel duidelijk maken aan het Europese parlement, kijk, wij willen erbij horen.